Ze is kind aan huis, toch? Het is mijn kind. Dus ja. Hey schat. Hi schat. Alles goed? Nou ja, tot op zekere hoogte ja. Maar ja. Ach, dat is met jou ook, hè? Ja, precies. Ja. Als je van op trap af flikkert, is handig, toch? Ja. Ogen dicht en we gaan graaien. Dus je moet het wel willen, want het wil niet. Oeh, dat is zwaar. Als ik zo naar dat ik het voel, lijkt het op brood, maar ik weet het niet zeker. Maar daar kan ik ook anderen mee blij maken, hè? Ja. Een hele goedemiddag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer donderdag 8 december. En we leven om 12:57. Wilma die is al lang al geweest. Ja, die stond even voor 10:30 alweer voor mijn neus. Dus ja, toen was ik er al uit en alles. En ik heb nou net de meisjes weer uitgelaten en ik hoorde er eentje brullen van ik wil naar buiten. Dus ja, dat is niemand anders dan Gandalf. Eens even zien. Ja, dat was meneer. Hé, Gandalfie. Gandalfie. Jo. Ja. Ja. Zal het zo zijn? Moet jij eruit? Dan moet ik eerst de boel weer weghalen, hè? Ja, moet ik eerst de boel weer weghalen. Blijf met jou aan de gang, hè? En dan is het ook nog de vraag, hoe lang blijf je buiten of blijf je op de vensterbank en kom je weer terug? Hè? En dan weten we met jou maar nooit. Ja. Ja, ik kom er toch aan? Ja. Marouw. Hé? Marouw. Ja. Ga je doen? Ga je doen dan? Ga je in de wandel? Ga je in de wandel? Nou, die is in ieder geval buiten. Dan gaat die weer dicht. Hopiedopie. Ja. Dus ja, dat dus. Nou, dan zullen we de boel maar weer op zijn plek zien te krijgen met één hand. Want dat met een drieluik, dat gaat een beetje moeilijk, hè. Maar we zullen het beleven. Oh. Zo. Zo. Dat staat ook weer. Mijn engel. Dus ja, en mijn kerstman in het wit. Nou ja, wit. Ooit wit geweest, denk ik. Zo, dat staat ook weer. En daar hebben we een andere belhamel. Hé? Geen engel, maar een bengel. Rijka. Nee, we zijn net buiten geweest. Hé, moet je naar buiten? Moet je naar buiten? Jeetje Maria, ik zal jullie even omdraaien. Ja, Elwing is al rustig hoor, maar Rijka hè? Die mag graag donderen. Ja, en ik ben het even zat, want ik ben back af.
En hij kreeg al de kattenbak schoongemaakt en de camera geleegd en mijn telefoon geleegd. Ja, en visite gehad. Ook dat nog, want Jan die kwam. Ja, yeah. De Jan die eigenlijk niet op de vlog wil. Ja, yeah. De Jan die mijn poort een beetje hebt gemaakt. Ja, yeah. Die Jan, ja. Yeah. Ja, terwijl Wilma er was, dan heb ik de kattenbak gedaan en al. En ja, dat moet ik zelf dus blijven doen, wat ik niet mag doen. Ja, heb ik dat. Ik heb nog allemaal hulp en in de huishouding gehad die het allemaal voor me deed. Die zijn vertikt. Omdat ze het aan de luchtwegen hebben. Ja, ik heb het ook allemaal luchtwegen, maar ik heb nergens last van. Ja, ik heb COPD. Ja. Nou, hallo. Er zijn zoveel mensen die het hebben, maar er zijn ook zoveel mensen die het verkeerd doen, want die hebben er wel last van. Ja, nou, dan moet je er niet met je snotkoker erboven hangen, zeg ik dan. Net zo min met uien. Ja, uien schoonmaken. Nou, dan gaan er een heleboel van huilen. Nee, is helemaal niet nodig. Dan ga je er met je kop erboven hangen. Ja, dat moet je niet willen. Moet je op afstand doen en door je mond ademen en door je neus uitblazen, ja. En niet door je neus ademen, nee. Niet goed, nee, doei. Zo, dus ja, dat dus allemaal. Dus als je uien gaat schoonmaken en je hebt last van tranen, hè, Alwin? Dan moet je het anders doen. Ja, dan moet je het op een afstandje doen. Je handen van je afhouden. En of je hoofd erbij weg. Ja. Ik heb er nooit last van. Maar oké. Mijn lieve meid. Hé, ze is zo lief, hè. Ja, ze is ook zo mooi, hè. Wat is de schat? Ook naar buiten dan? Nee, nee, dat is een vrouwtje. Dat is een vrouwtje. Ja, vrouwtje de broodje, hè? Ja. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet lekker van je dag. En geniet ook met ons mee. En wat mij een dag verder brengen gaat, ik weet het niet, want Karin is ook in een helder. Dus ja, we zullen het beleven. Dat, we merken het wel. Ik zou zeggen, genieten en geniet met ons mee. Zo, lieve vrienden, daar zijn we maar weer eens even. Ja, ik zou aan een vlog beginnen, maar ik heb een vlog geluisterd in plaats van dat ik zelf ben begonnen om er eentje in elkaar te zetten. En dat was die van Karin en Roderick. Maar ja, Karin, die was weg. Die was de hort op met haar auto en die heeft een hele mooie dag beleefd. En dat heb ik even bekeken. En dat was schitterend mooi. Maar ik had ook al geteld dat Karin weer in een helder is. En ze is nou hier even op visite. Dus ja, nou visite. Ze is kind aan huis, toch? Het is mijn kind. Dus ja. Hey, schat. Hi, schat. Alles goed? Nou ja, tot op zekere hoogte, ja. Maar ja. Och, dat is met jou ook, hè? Ja, precies. Ja. Als je van op trap afflikkert, is handig, toch? Ja. Ja. Wie valt er nou van in? Hier ook een klein blauw plekje? Ja, maar die had ik al. Had je die al? Ja. Oh. En doorleed die per ongeluk. Oh, nou gaat die goed. Vond het leuk. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Nou, en die twee die zijn Wouws. En vooral die kleinste natuurlijk, zoals normaal. Echt Wouws. Dus. Ja, wat moet je hier kopen? Maar oké, okay, ja, ik heb ja, hoe heet dat? Een blik. Het is een blik, ja, het is een blik. Ja. Met kartoffels. Soepen. Kartoffelsoep gewoon. Ja. In het Nederlands. Oftewel aardappelsoep. Met rookspek er doorheen. Dus dat ga ik zo meteen even in een pan gooien. En dan gaan we even roeren. En
dan gaan we aan de soep, 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 soep. Ja, gut en gunstig. Nou ja, het zal allemaal wel. Gut en gunstig. Wat gunstig is, weet ik niet. En gut, dat is goed. Dus ja, ik heb wel Duitse vrienden gehad, maar helaas, dat is allemaal verwaterd en nooit meer wat voor gehoord. Anders had ik het na kunnen vragen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach, doen wij ook. En ik ga aan de kartoffelsoep. Ja, zo zeggen we het maar. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie dag verder en geniet weer met ons mee. Zo, lieve vrienden, ja, ik ben weer even terug van weg geweest. Ik ben met Karin even naar de FOMA geweest. Want ik had gisteren weer wat besteld. Een magic box voor 3,98, dus zeg maar 4 euro. Dus niet die The Good To Go tas. Ook niet de broodbox, maar dit is nieuw. Iets heel nieuws. Stond er ook bij, nieuw. Oké, dus het heet dus de magic box. Wat erin zit, ik weet het niet. Nee. Ik dacht dat ik zo genoeg licht aan had ervoor. Moet die even daar neerleggen. Dus ja, we gaan op dezelfde toer verder dan met het andere. Ogen dicht en we gaan graaien. Dus ik moet het wel willen, want het wil niet. Oeh, dat is zwaar. Als ik zo dat ik het voel, lijkt het op brood. Maar ik weet het niet zeker. Maar daar kan ik ook anderen mee blij maken, hè. Ja. Ja, zie je, brood. Even kijken, hè. Normaal 1,99. Nu 50 cent. Nou, kijk er eens aan. Dat is er één. Doe even normaal. Gekkie. Schrik ervan. Ogen weer dicht. Ik voel nog zoiets. Oh jee. Dat is zwaar hoor, dat brood. Kanonnen. Deze is lichter van kleur. Dat is molen. Ja, het is allebei van molenaar, maar. Ja, dat is donkerbruin. Dit is lichter bruin. Het is. Wat kost die? Kost 1,59 normaal. En nu ook voor 50 cent. Ik leg hem even aan de andere kant vandaar. Zo. Dan moet ik even mijn hond hier uitkijken. Nou, dan gaan we weer graaien. Nou, ik heb betaald 3,98 euro, zoiets. Ik zal de volgende keer er even op letten als ik hem weer bestel. Nou, dat is al zo'n 3 euro, die twee broden. En hij zit nog voller. Waarmee, weet ik niet. We gaan weer ogen dicht. Ik moet dat wel willen, ook dat is ook wel zo zwaar en onhandig. Er zitten 4 ballen in. 4 balletjes. Wat het is, weet ik dus niet, hè. 4 balletjes. Oh, appelen. Nou, dan kan ik een mijn blender gebruiken, want ik kan geen appelen eten. Nee. Deze is dus 2,39. Afgeprijsd voor 1,55. Maar ja, dan nog, als ik nu de prijs neem van 1,55 en bij die broden ook die prijzen neem, dan ben ik er ook al overheen, weet je. Maar je moet de prijzen nemen die het normaal kost. Elwing is met eten aan het spelen. Met de droge brokjes. Dus 2,39, daar gaan we voor. Gaan we weer. Nou, dit is weet ik ook niet. Er valt wat, wat weet ik ook niet. Oh, de tas valt. Gaan we eerst even pakken. Weg, weg, weg. De tas die valt. En alles zat er nog in.
Dus. Ja. En wat is dit? Het zijn tomaatjes, maar wat voor tomaatjes? Cherry tomaatjes. Die zijn 2,79. Ja, ik ben één keer vroeger geschrokken. Toen hadden we nog een groenteboer in het rindcentrum zitten. Die is ermee opgehouden. Toen had ik een strengetje van cherry tomaatjes. En er was één takje en er zaten er precies, want ik heb het toen geteld, bewust. En ik weet het nog steeds als de dag van gisteren. Mijn man die leefde nog en daarvoor moest ik het halen. Voor mijn man. Want die wou wat gaan doen ermee. Oké. Dus ik haal bij de groenteboer die tomaatjes. En er was een takje en er zaten er precies 10 eraan. Kostte bijna 3 euro. Ik zei tegen mijn man, ik zei, wat wil je daarmee? Ja, dan moet ik even zien of dat ons gaat lukken. Ik zeg, ons? Ik zeg, ik weet niet wat je wilt hoor. Hebben we eerst allebei eentje geproefd? Nou, ze waren lekker, weet je. Ik zeg, en nou dan? Hij zegt, er zitten zaadjes in. Hij zegt, die ga ik opdrogen. Hij zegt, dat moet op een speciale manier. En dat kan ook niet binnen, maar dat moet buiten, want het stinkt namelijk. Oké, hij had het op internet, op YouTube gezien, hoe dat allemaal moest. Heeft hij gedaan. En op een gegeven moment kon hij die zaadjes weer gebruiken om te zaden, om zelf die tomaatjes te kweken in die moestuin. Goed hè, van hem. Ja, echt. Nou, ben ik ook blij mee. Nou, gaan we weer op de tast. Oh jee, daar zitten 2 ballen in. Hier zitten 2 ballen in. Wat het is, weet ik niet. Ga kijken. Hoe heet dat? Ik heb ze al een keer eerder gehad. Die zijn ook normaal gesproken lekker duur. Hoe heette die kringen nou? Ik weet toch niet hoor. Ja, hoe heette ze nou? Ripe in Tasty, ja, maar zo heten ze niet. Het is lekker buitenlands. En er staat geen prijs op, want het moet weer met zo'n barcode. Hoe die dingen heten? Nou ja, jullie weten het vast wel. En als jullie het weten, mogen jullie het er wel onder neerzetten hoor. Ja, schrijf het er maar onder neer. Ja, ik wil het graag weten. Ik vergeet het iedere keer weer. Ik heb ze al eens in huis gehad. Blijf eraan. Nou, gaan we weer tas vasthouden. Oh, nog een pakket. Tomaten. 2,89. Nou ja, wie doet je wat, hè? Hij is leeg. Ja, hij is leeg. Helemaal geweldig. Nou, weer een top pakketje. Hi kind, kom je doen? Hé, even kijken. Maar ja, ik kan nou weer zo'n gezond drankje maken. Normaal weet ik het ook goed heet. Maar ik ben het allemaal even kwijt. Ja, ik weet het niet. Dan doe ik dat in die blender, weet je wel. Nou, een smoothie. Kan ik een smoothie maken? Ja. Hé? Een smoothie. Ja, een smoothie heet dat. Ja. Maar ja, niet nu, want ik ben het zat. We hebben die soep geprobeerd, dat is ook al op. Dat was die aardappelsoep. Nou ja, was lekker. We hebben even een blokje gelopen. Nou, Karin die heeft even gelijk tevens de gemeente gewaarschuwd met de vraag waar ze mee bezig zijn. Want we hebben de ijsbaan hier. Maar die ijsbaan, die staat op de Beatrixstraat.
aan het einde, dus die kant van het centrum. En oh, wat is dat gezellig. Nou nee, het is ook gevaarlijk. Ze houden wel vier straten, blokkeren ze ermee. Voor politie, voor brandweer, voor ambulance, blokkeren ze de wegen. Hoe dan? Denk na. Zet hem weer op de Julianaplein of voor mijn part op het parkeerterrein achter McDonald's, de Bernardplein. Dan planten jullie de auto's maar elders, maar plant hem dan daar neer. Of op dat grote grasveld van Julianaplein. Maar ja, er staan ook hier en daar bomen. Hoe dat zit, weet ik 1, 2, 3 niet. Maar, en neem het oude weer terug. Die oude ijsbaan. Die was vele malen gezelliger. Daar kon oma en opa die niet meer kunnen schaatsen. Kunnen nou aan kleinkinderen kijken hoe die schaatsen. Onder het genot van een bakje koffie, want er was ook een kantine bij waar het lekker warm was. Maar nee, dat mag niet, dat is te duur. En de horeca, die zit er nou omheen, dus het is voor de horeca gezelliger. Nee, want je kan toch nog steeds niks zien. Of je moet er overheen gaan staan te kijken. Maar zit jij aan een tafeltje of wat dan ook, hè, buiten, op een buitenterras met een terraskachel, kan je niks zien, want er staan hele hoge borden omheen, hè, om die, als omheining. Dus je ziet niks, je hoort enkel die geluiden, meer niet. Dus het is geen kwestie van nadenken hoor, van de gemeente, totaal niet. Kunnen ze niet meer, nee. Ze kunnen helemaal niet meer nadenken, allemaal een klap van de malle molen gehad, denk ik. Maar ja, wie ben ik? In ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, ik zit nog steeds met de vraag wat dit ook alweer is. Ja, die twee grote knapen. Nou ja, laat het me weten onder de vlog. Hè? En Mango, toch? Nou ja, ik hoor het wel van jullie. Ja. Dus, ik ben er wel weer blij mee. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet met ons mee. Nou, daar zien jullie een hele bos met haar liggen. Ja, ik heb eventjes elwing aan het borstelen geweest. Dus er ligt een kwart elwing. Als het ware. Ja, dat ze gingen behoorlijk even er lekker voor leggen. Die schoonheid. Die knappe dame. Ze vond het heerlijk. Ze heeft genoten dat ik haar aan het borstelen was. Dus ja. Dus is weer dat hele dot kwijt. Nou ja, dat gaat mooi de vuilnisbak in. En dan is het klaar en over. En ik zal jullie eventjes aan de lader gaan gooien. Ze zeggen tot later. Ja, lieve vrienden. De tijd is weer aangebroken. Om afscheid te nemen en deze dag met jullie samen te gaan sluiten. Hé? Ja. Elwing die zit lekker bij me, die zit te wachten van vrouwtje schiet nou op, want ik wil naar bed. Nou, dat komt allemaal goed, hé? Ja. En Rijka, nou die hangt te hangen achter me. En hier is onze grote meid, hé? Ja. Dus ja, met andere woorden, lieve vrienden. Ik wens jullie allemaal een hele fijne en een goede nacht toe. Lekker slapen, met mooie dromen en uiteraard gezond uit je bed zien te komen. En tot aan de andere kant van de nacht. En jullie weten allemaal, God houdt erop voor ons allemaal de wacht. Dus geniet gewoon van je nachtrust. Ik zou zeggen, tot morgen.